Hoe dik moet ik isoleren? Om het bij de boutade te zeggen, eigenlijk zo dik mogelijk. Bij dakisolatie ga je waarschijnlijk de meeste mogelijkheden hebben om zo dik mogelijk te gaan. En dan zeggen we zeker 15 centimeter tot zelfs 20 centimeter en meer. En daar kun je ook meer centimeters aanbrengen als compensatie misschien voor plaatsen waar je minder isolatie kunt aanbrengen. In een muur zouden we ook gaan bij isolatie van de gevel langs buiten bijvoorbeeld, 10, 15 centimeter. Maar soms moet je er wel rekening mee houden dat, stel dat je voorgevel aan het trottoir grenst, ja, dan ga je misschien wel beperkingen hebben, mag je niet over de rooilijn en dat soort dingen. Oké, er is warmte, maar er is ook nog het aspect comfort. Een woning isoleren biedt meer comfort, neem ik aan. Absoluut, en dat wordt soms onderschat. Het is namelijk zo dat de temperatuur die je ervaart, die je voelt, is eigenlijk het gemiddelde van de temperatuur van de lucht in de ruimte waar je bent en de temperatuur van de wanden rondom. En bij een niet geïsoleerde muur zul je bij een temperatuur, een buitentemperatuur van 0 graden, dus als het vriest, zul je binnenin slechts een temperatuur hebben van 16 graden Celsius. En dan ben je eigenlijk geneigd om de temperatuur van je thermostaat wat te gaan verhogen van je 20, 21 graden of zelfs 19 graden van je thermostaat. Ja, die zullen niet meer volstaan om toch een comfortabel gevoel te hebben. En met 5 centimeter muurisolatie bijvoorbeeld, kun je die temperatuur van de buitenwand verhogen van 16 naar 19 graden Celsius. En dat zal qua comfort een enorm verschil geven. Dat is gigantisch natuurlijk. Hè. Waarom gaan mensen dan nog altijd sneller opteren om een verwarmingsketel te gaan vervangen of de ramen te gaan vervangen, in plaats van te kiezen voor ja, gewoon dikkere isolatie of isolatie überhaupt? Ja, daar zijn verschillende redenen voor. Bijvoorbeeld is het goedkoper om een verwarmingsketel te gaan vervangen. Van bijvoorbeeld ik zeg maar 5000 euro heb je een nieuwe verwarmingsketel. Dan de gevels, alle gevels van je woning te gaan isoleren. Bij een rijwoning zal dat misschien nog meevallen, je hebt er maar twee, maar bij een vrijstaande woning heb je er al vier. En dan zit je al aan investeringen van 12.000 tot 25.000 euro en meer. Ja. Anderzijds heb je ook het feit dat mensen heel vaak ja, deuren en ramen gaan vernieuwen. En dat heeft dan meer te maken met het feit dat je de gevel gaat verfraaien hè, als je nieuwe elementen gaat inbrengen. En ja, isolatie zie je niet, dat zit meestal verborgen. Nieuwe ramen en deuren vallen natuurlijk meer in het oog.